Yo, mensen, ook weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets supercools doen. We gaan namelijk een lampenpotje maken. En het is iets heel anders als vorige keer. Toen maakten we een lampenflesje. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus, tot zo. Ik liep laatst door de stad en toen zag ik deze lampen liggen. En voor de prijs moet je ze zeker niet laten liggen. Dus het kostte maar deze doos voor maar 2 euro. Dus ik dacht, ik koop ze lekker. En wat ik misschien denk dat ik hiermee kan maken is, als ik dit eruit haal, stop ik het in een flesje. En misschien krijgen we dan iets moois en dan kunnen we misschien nog wat kreppapier omheen doen. Maar ik moet nog even kijken of dat gaat lukken. Hoe deze lampen dus werken, is ze werken op zonne-energie. En als je ze uit elkaar draait en je zet ze aan, dan als het donker is aan de onderkant, dan gaan de lampjes aan. Maar als het licht is, dan gaan ze uit. Dus donker, licht. Donker, licht. En zo gaan we er dus iets in maken dat het zo werkt. Maar eerst moeten we deze natuurlijk even slopen. En dan moet ik nu even het batterijtje losflikken. Zo. Die is los. Gaan we nu dit zonnepaneeltje uit de ring. De volgende stap is dan om de draadjes los te knippen. Probeer ze zo dicht mogelijk bij het zonnepaneeltje af te knippen. En dan kan je nu het zonnepaneeltje eruit halen. Oké. Als je dan dat zonnepaneeltje los hebt, moet je natuurlijk nog een beetje trekken. Hier zit ook lijm, dus dat maakt het moeilijk. Oké, dit stukje mag ook weg. En dan gaan we nu hiermee aan het werk. Ik ga nu beginnen met solderen. Zwart op de brede en wit op de ietsjes dunnere kant. Zo, die zit vast. Oké, ik heb 2 zonnepaneeltjes. Ik heb er nog eentje bij gesloopt namelijk. Ze werken allebei. Donker, licht, donker, licht. Oké, we zetten ze weer even uit. En dan gaan we ze nu in deze pot monteren. We gaan nu lijmen. Je kan het ook met plakband doen, maar ik doe het met het lijmpistool. Vind ik makkelijker. En dan komen ze zo in het deksel. Heel mini, mini drupje. Oké, de lijm is denk ik wel gedroogd. Oké, we zijn bijna klaar. Ik doe nog een klein beetje plakband op de achterkant van het printplaatje. Want dat is ter bescherming, anders maakt het sluiting als ze tegen elkaar aankomen. Ik heb hier wat vliegerpapier gescheurd, wit en blauw. Zorg ervoor dat het dun vliegerpapier is en niet te dik, anders laat het geen licht door. En dat gaan we er dan nu een beetje in stoppen. Ik haal even de helft eruit, denk ik, zodat ik de lampjes er goed in kan stoppen. Zo, en dan kan de rest er nu weer in. Dan doen we hem dicht. En dan gaan we nu kijken of die werkt. Nou, zo werkt hij in ieder geval. Even kijken, ik stop er denk ik nog ietsjes meer vliegerpapier in, want hij staat hier een beetje gek, een beetje niet mooi. Je zag er gaatjes doorheen. Zo. En dan gaan we nu testen of die het goed doet in het donker. Daar is hij natuurlijk voor gemaakt. We zijn weer in het donkere kamertje. En dan gaan we nu kijken of die het zal doen. Zo doet hij het in ieder geval wel. Maar hoe doet hij in het donker? 3, 2, 1. Wauw. Dat is wel mooi, zeg. Dan. Ik vind hem cool. Lijkt net een soort vliegend bolletje. Het leuke hiervan is dus, als je 's avonds lekker gaat slapen en je doet je licht uit, gaat dit aan en heb je een soort nachtlampje. En hij laat op overdag met de zon. Nou mensen, vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan vooral niet te abonneren. En doe natuurlijk een duimpje omhoog.
Klik ook op het belletje, dat je iedere week op de hoogte bent van mijn video's. En deel dit linkje met iedereen. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus tot volgende week zondag. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong. Yeah.